Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Schouwburg Amphion, Theater De Storm en Het Museater. Van harte welkom bij het Theaterjournaal. Ook nu vlak voor de kerstdagen zijn we er nog. Hè? Jullie hebben volle programma's. Charlotte Drosten, Bert Freulich en natuurlijk Ineke van Empel. Drie theaterdirecteuren die volop in beweging zijn rondom deze tijd. En jullie zijn rond de kerstdagen ook nog allemaal open, of na de kerstdagen? Nou, na de kerstdagen zijn wij een weekje gesloten. Amphion is even dicht. Wij ook groot, dus er zit één oliebollenconcert. Maar dus, goed, ja. Volgende week zijn we er sowieso weer in dit programma. Maar, ik ben wel open, dus dan mogen ze allemaal naar mij komen. Ineke van Empel is wel open. Ja. Nou, Ineke niet, maar het theater van Ineke. Nee, we hebben het Zandkasteel staan in de, zeg maar tussen kerst en oud en nieuw. Het Zandkasteel staan twee kindervoorstellingen. Ik kan me voorstellen dat je als je de kindertjes zo lang bij huis hebt, vakantie en zo. Dat het heerlijk is om eventjes gewoon naar het theater te gaan. Even googelen naar De Storm en dat kan allemaal. Goed. Nou, ook van harte welkom bij het programma deze week weer. Nogmaals, vlak voor de kerstdag. En we hebben weer veel om te vertellen en te delen wat betreft de voorstellingen de komende periode. We gaan straks nog even naar de theatercamp, zoals wekelijks. En we gaan natuurlijk even kijken naar de theateragenda. Maar eerst ga ik naar Museater. Ja. En Joep onder de linden, klopt dat? Joep onder de linden, ja, klopt. Ja. Wat is dat? Dat is een man. Ja, dat is een man, oké. Okay. Nee, de meeste mensen zullen hem kennen van Zaai, als postbode Siem, met zijn dus. En hij is acteur, is cabaretier. Hij heeft vorig jaar gespeeld, volgens mij ben jij ook, in de Hema Musical. Dus, hilarische rol. Is geweldig, ja. En hij heeft al een of twee solo voorstellingen gemaakt, waarin hij zelfs vergeleken wordt met Toon Hermans en een beetje Monty Python-achtige sfeer. Ja, want dat wil ik vragen. Hoe typeer je hem eigenlijk? Ja, nou zo. Ja. Ja. Maar Monty Python... Wat hij nu in deze voorstelling doet, is even terug naar... John Cleese-achtige type. Ja, echt typetjes, lekker over de top. Ja. En in deze voorstelling komt hij echt als een soort postbode Siem komt hij op. Ja. En hij gaat in die rol ons vertellen dat we eens een keer op moeten houden met geklaag, dat die crisis is wel een keer voorbij. Kom op, schouders eronder. Het is kerst, jongens, we gaan vooruit. Ja, nou is deze voorstelling in januari, maar we beginnen het jaar weer lekker met positieve zin. Schone lei. Ja. En het is een lekkere avond. Want wanneer is deze in januari? Ik dacht 17 januari. Okay. Ja, hij staat ook nog bij ons. Ja, bij ons. Dus Joep komt bij komt alle drie. Eigenlijk heel januari komt hij. Maar bij jou is eerst. Hij woont als eerste. Weet ik eigenlijk niet. Maakt niet uit. Maar Joep is echt gewoon fantastisch. Hij heeft ook een ja-zuster, nee-zuster heeft hij gespeeld. En het is gewoon, buiten dat is gewoon een onwijs aardige vent ook om mee te werken. Maar hij heeft met die mimiek wat mij betreft ook een beetje de lach aan zijn kont hangen. Ja. Dus het zal hem niet onbekend in de oren klinken als ik zeg dat hij grote oren heeft. maar het is gewoon, hij is gewoon erg guitig ook wel om te zien. En dat maakt dat hij heel innemend is en aimabel is. En dat is onder andere een van zijn krachten. Ja. Klopt. Nee, dat snap ik. Maar wat is nu, als ik nu als kijker hier naar dit programma kijk en ik denk van ja, Joep onder de linden, het zal. Maar wat is de reden dat ik daar naartoe moet? Omdat je gewoon een leuke, vrolijke, gezellige avond hebt met een herkenbare typetje uit Zaai als postbode, waarin hij zijn verhaal vertelt. En dat verhaal, in het geval van Joep, is altijd positief. Ja. In die rol met die dommigheid van die postbode heeft hij zijn eigen kijk op de wereld. En die is hartstikke leuk. En die eigen kijk op de wereld is eigenlijk gerelateerd aan nu. Ja. Ja. Want, hij heeft iets bijzonders nog in deze voorstelling. Want ik moet nog een oproepje doen eigenlijk. Want in zijn voorstelling kan iemand daar een act doen, zingen. Dus als je iets wilt doen in de voorstelling, stuur even een mailtje naar het Museator via Focus TV, dan kun je aanmelden. En een van de acts wordt uitgekozen om... Maar wacht even voor de duidelijkheid. Dus je mag daar een act doen of je mag gewoon, dat kan zingen zijn, dat kan, maakt niet uit wat. Of een goocheltruc? Volgens mij is het een act. Volgens mij gaat het voornamelijk om zang, om een liedje te zingen in zijn voorstelling op het podium. En iemand kan zich vooraf aanmelden? En kun je vooraf aanmelden. En als dat voor Zevenaar geldt dat ook voor Winterswijk en wat doet het dan? Klopt. Dus er kunnen in ieder geval drie mensen. Als mensen denken van ik heb iets leuks en ik wil dat een keer laten zien, stuur even een mailtje.
En dan maakt hij een keuze. En dan sta je bij hem in de voorstelling. Nou, dat kan gewoon naar Focus wat dat betreft. Ja. Even op de site van Focus TV. Ja. Ja. Leuk. Leuk, hè? Dus ja, wisten jullie dat wel? Nee, het is voor mij nieuw. Ach, heb ook eens een keer een nieuwtje. Ja, nou, helemaal goed. De primeur van We gaan gelijk even naar de storm. We gaan gelijk naar de storm. Dan krijg jij Karland en... Minelli, ja. Ja. Nou, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Nou, het is eigenlijk een musical over Judy Garland en Liza Minnelli. Ja. Dat zal voor de hele jonge mensen onder ons waarschijnlijk niet zo heel bekend in de oren klinken. Maar dat waren wel twee grote rivalen. En Janke Dekker Productions, die heeft hem ook verleden, die heeft dat in eigen beheer gemaakt. Dat is op zich al heel uniek, want het is natuurlijk een heel duur project om een musical te maken. Zij speelt daar zelf in mee, samen met Jelka van Houten en Theo Nijland, dacht ik. En ik heb een paar stukjes eruit gezien en ook een paar stukjes van... Wat ga je nou zien dan met de musical? Weet je, ze hebben natuurlijk hele mooie muziek, want het is eigenlijk meer muziektheater. Ja. Hij is bij jou geweest, dus jij hebt hem gezien. Ik heb hem gezien, het is veel muziek, mooie liedjes, prachtige zangstemmen. En zeker Theo Nijland heeft een prachtige rol daarin. Ja. En goede muzici. En wat heel leuk is, Jelka van Houten, die speelt dus Garland. En de moeder van Minnelli. En je zou anders denken, maar het is niet zo. En dat is heel verrassend, maar je gaat er gewoon in mee. Ja. Want de rivaliteit tussen die twee, het wisselt voortdurend. En dat is waar je erbij bijhoudt. En ondertussen speelt Theo Nijland steeds al die mannen die ze beide hebben versleten. Dus hij heeft een hele mooie tussenrol steeds. Als vele mannen die in het leven spelen. Ja. En ik mag hopen dat hij zelf ook aan de piano zit. Hij speelt zelf ook piano. Theo Nijland is een van de begenadigste muzikanten in Nederland. En ook tekstschrijvers, dat zal in deze voorstelling wat minder zijn. Ja. Maar hij heeft een waanzinnig mooie stem. Hij heeft de liedjes waarschijnlijk ook vertaald. Dat weet ik niet helemaal zeker. Want een gedeelte is... Want Somewhere Over the Rainbow is bijvoorbeeld een heel bekend nummer. En dat zag ik in de Nederlandse vertaling eventjes ook in een filmpje. Maar ik ben blij dat jij hem gezien hebt. Wanneer speelt het ongeveer? Wanneer die bij mij speelt? 8 januari. 8 januari. Ja. Maar echt een moeite waard. Ook kleine musical, goede muzikanten en Theo Nijland. Nee, had een prachtige stem, hè? Ja. Dit is een prachtig kerstcadeau. Er gebeurt wel heel veel in de theaters. Ja. Maar we gaan eerst even naar de theatercap. De theatercam, natuurlijk prachtig om te zien wat er weer achter de schermen allemaal gebeurt. Maar nu gelijk wat doorschakelen richting de theateragenda, want wat gebeurt er in de theaters? En daar gaan we naar kijken.
koning Koos is morgen jarig! Jij! Jij dan! En wij gaan een mooi cadeautje geven, hè Toto? Ja, cadeautje geven. Nee, cadeautje. Met Woezel en Pip. Haha. Met Woezel en Pip. Ja. Met Woezel en Pip. Met Woezel en Pip. En hoe doet ze het? Mijn dochter? Jouw dochter? Alsof je ooit mijn moeder was. Als elke vogel vrij is om te vliegen, geldt dat vast ook eens voor mij. Ik ben niemand, niks is wat het lijkt, helemaal niemand. Als geen in haar mee. Nou, vanaf de theateragenda gelijk weer schakelen naar deze directeuren van de theaters. Volop in de kersttijd. Het is bijna kerst wat dat betreft. Hè? Prachtig om wat te zien wat er allemaal niet bij staat. Heb je die nou thuis ook of niet? Ja, die komt natuurlijk. Ja, die komt voor jou thuis? Ja, dus ik heb hem thuis op dit moment niet. Nee, ja, hij is even weg. Goed. Nou, gelijk Charles Hitchcock. Ja. Kerst en Hitchcock of is het nee, na de kerst? Het is net voor de kerst, 21 december. Okay. Maar het staat los van de kerst. Ja. Het is de derde voorstelling van een trilogie. Dus de afgelopen twee seizoenen hebben we ook al twee keer Hitchcock's voorstellingen gehad. Lex Paschier is een scenario schrijver, is ook acteur. Die heeft een van de hoofdrollen, maar in dit stuk zitten vijf mensen. Onder andere Sander de Heer schiet me zo te binnen. En het is een toneelstuk, het is een grappig toneelstuk, een toegankelijk toneelstuk, een vrolijk toneelstuk. Dus het is niet zwaar. Het is ook geen bestaand toneelstuk van Hitchcock. Maar de knipoog is eigenlijk dat in dit stuk verwezen wordt naar wel 31 titels of 31 stukken van Hitchcock die hij heeft geschreven. Maar ben jij een Hitchcock-fan? Nee, maar... Als ik dit zo beluister en de manier waarop je dat vertelt? Nee, maar ik ben niet echt een fan, maar ik vind het wel leuk. En ik heb de voorstelling gezien en ik herkende bijvoorbeeld The Birds komen daarin voor van Hitchcock. Ja. En er zijn nog wat andere Ik heb wel de neiging om te duiken. Ja. En dat is heel leuk gedaan in die voorstelling, want ze werken met een beamer en met beelden. Oh, je ziet ze, dus je ziet ze ook daadwerkelijk. Zo'n 3D. Ja. Zo'n autoscène is ook heel grappig. Ja. Dus dan wordt er een autoscène geprojecteerd en dan zitten zij zelf zo aan het stuur. Ja. En dat is ook, deze voorstelling is ook met een dikke knipoog gemaakt. Dus het publiek ziet ze bijvoorbeeld ook de acteurs, want ze hebben meerdere rollen, ziet de acteurs gewoon omkleden links en rechts op het toneel. Dus dat wordt bewust opengehouden. Dus je hebt een soort toneel in toneel of toneel op toneel. Ja. En dat maakt deze voorstelling erg grappig. En Hitchcock komt ook nog, want het is een trilogie. Van die serie 39 Steps was dat. En daar zat je op onder de linten in. Ja. Die had daar echt een glansrol in. Een fantastische voorstelling. Ja, maar ik heb deze al gehad. Hè? Ja. En het publiek was laaiend enthousiast. Ja, precies. Want echt om te lachen, er gebeuren zoveel. Ja, maar je denkt het is een hele serieuze voorstelling. Maar dat is ook het lastige als je het hebt over de verkoop of het vermarkten van zo'n voorstelling. Mensen denken bij Thriller, Hitchcock, dat zal wel zwaar zijn. Het is alleen maar luchtig. Dus het is eerder, als mensen iets zwaars verwachten, dan valt het tegen. Maar het is voor iedereen en het is heel toegankelijk. En het is gewoon een vrolijke voorstelling. En ontzettend goed gespeeld ook. Ja. Ik was steeds een oude hoorspelen en zo. Ja, ze doen wat van die geluidjes en zo. Ik verstond wat je zei. Wat oude hoorspelen. Vroeger had je van die hoorspelen dat ze net... van die trappelende paardenvoetjes, wou ik zeggen. Maar dat was met Sinterklaas. Het grint. Het grins. Het knarsende grins. Het knerpende grins is het. Nou, het is fantastisch om te horen wat de komende periode weer in de theaters te zien. En Hitchcock natuurlijk als laatste waar we het met elkaar over gehad hebben. Ik wil jullie alvast een hele fijne kerstdagen wensen, maar dat doe ik niet alleen. Ook namens jullie. We zijn allemaal druk tijdens de kerst, of net voor de kerst nog. En daarna, nou, bij jou gaat het nog een tijdje door, wat dat betreft. Ja. Nou, hele fijne kerstdagen. En wat ons betreft graag tot de volgende keer. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Schouwburg Amphion, Theater De Storm en Het Museater.